Hallo en welkom bij vlog nummer 10 alweer. Leuk dat u kijkt. Leuk ook om te zien dat er steeds meer mensen zijn die ons volgen en zich abonneren op ons YouTube kanaal. En bedankt ook voor alle leuke reacties die we op iedere vlog weer binnenkrijgen. We zijn inmiddels weer onderweg en we hebben vannacht overnacht op een groot parkeerterrein achter de Lidl in Mazaron. En dat hebben we gedaan omdat we eerst op een andere camperplek stonden, maar daar zijn we weggejaagd door een grote generator. Nou, dit was goed te doen, we hebben goed geslapen. We gaan weer een stukje rijden. We gaan richting Aguilas en dat is een rit van ongeveer 50 kilometer. We wensen u veel plezier bij het kijken naar de vlog. We zijn aangekomen op onze volgende locatie en dat is camperplek Anibal in Aguilas. Dat is een mooie camperplek achter een benzinestation, is afgesloten en je hebt een dongeltje waarmee je het terrein op en af kan. Je kunt hier ook LPG tanken en dat heb ik gedaan. En ik wilde dat even in beeld brengen voor de camera om nog eens te laten zien hoe dat gaat in Spanje. Maar daar krijg je de kans eigenlijk helemaal niet voor, want op het moment dat je de camper hier neergezet hebt, komt er al een pompbediende aan met gereedschap en een juiste nippel. En die regelt allemaal dat je LPG tank weer netjes volkomt. Het is een mooie grote camperplaats met 60 plekken aan de ene kant en hierachter is een terrein, daar kunnen er nog wel 60 staan. Ik weet nog dat voordat wij weggingen dat er veel mensen waren die ons adviseerden. Denk eraan als je naar Spanje gaat in de winter en met name aan de costa's, dan moet je reserveren want alles staat gewoon helemaal vol. Nou, dat geldt misschien voor de campings, maar dat geldt zeker niet wat ons betreft voor de camperplekken. Want tot nu toe hebben we altijd plek gehad en kijk eens om me heen, er zijn nog plekken genoeg. De sanitaire voorzieningen zijn op deze camperplek prima in orde. Er zijn toiletten, er zijn douches en er zijn ook wasmachines en een droger. Wij staan op deze camperplek Anibal. En als je langs deze weg fietst, daar is een aangelegd fietspad langs, dan ben je met een kilometer of vier in het centrum van Aguilas. En dat gaan we vandaag doen. De storm is weer gaan liggen, het is weer aangenaam weer. Ik neem de camera mee en we gaan wat mooie beelden laten zien van Aguilas. Aguilas is een mooie plaats om te bezoeken, maar wat zeker ook de moeite waard is, dat is de kustlijn en die vind je op 300 meter afstand van de camperplek. Het is vandaag mooi weer, windstil, dus ik neem de drone mee en ik ga even wat mooie beelden maken. Het zit er weer op hier. We hebben een fijne tijd gehad en we vinden dit een mooie camperplek. En de prijs is ook goed, want je betaalt 10 euro inclusief stroom, sanitair en het is een afgesloten terrein. Nou, daar kun je niks van zeggen, toch? En Aguilas is ook een leuke stad om te bezoeken. Goed om te fietsen en veel bezienswaardigheden. We gaan nu weer verder naar de volgende locatie, maar eerst is het tijd voor de tip van de week. Ik wil het graag even hebben over drinkwater. Veel mensen denken dat je in landen als bijvoorbeeld Frankrijk of zoals hier in Spanje niet zomaar het water uit de kraan kan drinken. Dat is een misverstand. Water in Spanje of Frankrijk is kwalitatief even goed als in Nederland, is gewoon drinkbaar en je hoeft niet bang te zijn dat je er ziek van wordt. Wat wel anders kan zijn is de smaak.
We zijn natuurlijk gewend aan een bepaalde smaak in het water als je thuis bent. En als je in een ander gebied komt of in een ander land, ja, dan kan het water toch net ietsjes anders smaken. In dit geval zit er bijvoorbeeld meer chloor in dan wat wij gewend zijn. En dan is het water gewoon minder lekker. Nou, als je dat niet prettig vindt, dan kun je naar de supermarkt gaan en dan kun je water met een neutrale smaak kopen. Vaak is dat te koop in hele grote flessen zoals deze, die is 6 liter. Koop je voor minder dan een euro en dan weet je zeker dat je water hebt met een neutrale smaak. We verlaten de provincie Murcia en rijden naar Vera in Almeria, een rit van 36 kilometer. Vera is een dorp met een rijke historie waar we natuurlijk meer van willen weten. Dit wordt dan ook direct het meest zuidelijke punt van onze reis naar de zon. Zo, wij zijn kant en klaar. Alle klusjes zijn gedaan en we zijn helemaal geïnstalleerd. We blijven 3 nachten staan op deze camperplek Carpe Diem. De komende dagen gaan we de omgeving en natuurlijk Vera zelf uitgebreid ontdekken. We willen dat graag laten zien in de volgende sfeerimpressie. De Plaza de Toro Vera is een stierenvechtersarena en biedt plaats aan 4800 toeschouwers. In de zomermaanden worden hier nog steeds stierengevechten gehouden. Wij zouden zeker geen gevecht bezoeken, maar het is natuurlijk onderdeel van de Spaanse cultuur en we hebben de arena met museum bekeken. Gelukkig zonder stieren. Net buiten Vera vinden we op een berg een standbeeld ter nagedachtenis aan de voormalige moslimstad Bayra. Het is een flinke klim, maar met een fantastisch uitzicht als beloning. Ook in het centrum van Vera vind je diverse bezienswaardigheden. Bij aankomst op de camperplek krijg je uitgebreide informatie over wat je het beste kunt bezoeken en een handige plattegrond met alle hoogtepunten. Tot slot nog even de camperplek. Wij betaalden 10 euro voor een overnachting, inclusief water en verzorging. Stroom, douchen en internet betaal je extra en er is een wasmachine en droger beschikbaar. Het terrein wordt 's avonds afgesloten en je ontvangt een sleutel van het hek. We hebben 3 fijne nachten gehad op deze camperplek en we gaan ons bezoek aan Vera weer afsluiten. We gaan de camper omdraaien en we gaan weer heel langzaam richting het noorden rijden. Maar we gaan nog niet naar huis hoor. Dit was de laatste vlog in dit jaar. We zien jullie graag terug natuurlijk in 2020. Bedankt voor het kijken. Vond je de video leuk? Geef dan even een duimpje omhoog. En we zien jullie graag terug bij de volgende vlog. Daag!